Penitentiaire ambtenaren mogen geweld toepassen bij de uitoefening van hun taak. Dit bevestigde de voorzitter van de bond bij penitentiaire ambtenaren vandaag tegenover ons. Hij is Gustave Galland. Met hem spraken wij over het voorval waarbij een gedetineerde het leven liet in de strafinrichting Hasard te Nikeri. Het is een wettelijk gegeven dat bij in voorkomende gevallen er in de mate zoals de handleiding van deze beroepsbeoefenaren dat is aangegeven, dat er geweld verplicht is te worden toegepast. Niet alleen dus met betrekking tot de bewoners in directe zin, maar ook tegen personen. 16 tegen 1 is, ik denk niet dat de regel dat voorschrijft. Dat is nogmaals, er is, wat inhoudelijke betreft, zijn er losse eindjes. Ja, je begrijpt een stukje zo, een stukje hier, een stukje daar. Dus het is gelegen aan de daartoe bevoegden en verantwoordelijken, namelijk in deze de vervolging, het Openbaar Ministerie, die dus zodanig onderzoek pleegt en het verder voorlegt aan het college bij het Hof, die dus recht gaat spreken. Wat was de rapportage van uw bestuursleden van gisteren? Nou, de rapportage is dat er dus met de advocaat die wij dus hebben meegebracht, het is dus onze juridisch adviseur die ons dus in de regel binnen het kader van onze opereren als vakorganisatie bijstaat en bij soortgelijke gevallen als deze, zoals die zich nu aandient, dan verandert dus die rol nou in de van een raadsman. De torsawe hier in het dorotak, strafman, ik is fonfon in een gedem, mag volgens een wet? Niet zo eigenlijk. Ja, dus als een omtik, als een omtik zo, als een ego om een regime, toevallig in een systeem in Suriname, een apoang, zeg maar, bepaalde gescheiden regime. Like Fatrakondre Abeya bijvoorbeeld, zware jongens, die in de Makaring extra beveiligd, zwaar beveiligd. Dus daar heb je dus daar, zeg maar, opvang van mensen met een strafblad of een straftoemeting van ik steed, zeg maar, bijvoorbeeld 10 jaar ik wil ook toe. Dus dan in een systeem op Alassana Wang. Dus met andere woorden, ik wil erom taki, afas van opvang de regime. In regel de zodanig dat hij aanloop of aanleiding moest de. Ja. Dus dat is niet gewoon zomaar. Aanleiding moest de. Maar aanleiding bij de ene case die zien, want amaloe, de man kisama heel snel baga, en dan de man begin gonamashking. Want, if amaloe kisama, dan amale baga en detentie. Abele van no do voor de man begon na masking. Nou, dat na wang aspect voor a situatie van je jaar in café zie. Nogmaals, mij als persoon nog ben dat, we dien den belang voor de rokomang, en in dat geval die zie, regel de. Voor zijn iedereen voor nu in dat roko moest horen schrijven over een historie voor aanwenden voor geweld. Isabi. Dus onderzoek dat na het orgaan doet, namelijk de vervolging naar de man dat hij lukt, sang be mag na sando be mag. Ja. Dus voor een pistool dat hij me no mango inhoudelijk neemt op, omdat me no ben dat hij me no schieper is samen, we beraard dat de belang voor de rokoman. En in een kader dat hij me sabi, en zo het dien een belang ook te volgen zo'n statuut te taki, de man moet horen schrijven naar de regels, lek van een boekje, een wetboekje voor nu taki. Ja, ja. Dus we benadrukken het, een dienst, een wet in laten toe dat PA's mag gebruiken wel tegen een dienst. Dus if het is zo, dat de PA zijn go in de fout tussen aanhalingsteken naar die keri, gebruik een geweld volgens een wet, de man kan komen vrij. Dat kan, ja. Dat kan. Dat kan. De samenleving wijst uit. En waarom dat kijk,
Ik vraag nogmaals aan de situatie, doe eens ervoor. Ik bedoel, als je het geweld aan, dat wat je niet kon, voor Marci Luku. Ja, dat de kaart is de regel die de in de wetgeving, dat altijd wat orgaan de voor Marci Luku, dat je handel binnen alleen lik van hem de. Dus als het blijkt dat je maar nog handel binnen alleen, dan... De consequentie dat ik gewoon door de Ibrahimans man. Ook toen ik wist van waar ik kom aan, ja, die land die aan regelen geldt, die Ibrahimans man. Ja. Dus als samenleving, normaal krijg je, heeft de man hier het ook de man vrij. Ook toen. Maar verwachtbaar, afgezien van Tore Taki, dat straf moet komen. Ja, toch? Wat is maar Laslibi? Maar Laslibi bijvoorbeeld, in dat geval. Die zie. En in het algemeen wist je maar nog Laslibi. Maar zolang geweld passen toe en een soort geweld Abraham Marchi, Saam Abi, dan de consequenties dat snap toe. Dat ja. En omdat je nou een command voor Lanti, dan volgens Efmi Abemboom in een wetboek voor strafrecht, dan. Twee derde of een derde je kies bij. Ja. Ja, omdat je de nauwere ko. Is dat moro beter? Zoals aan de. Voor begrijp pas aan moro boendes. Want PIA amande. Dat mijn unit. Want u gelijk neger de drape. En de maandag heren. Aten door om gewassie. Bijvoorbeeld. Dat wam de maandag. Mille wan gewass eten. Ja. Je tahangamang. Je lichaamang uit. Ja. Amano wani. En na. Veel te hebben gesproken. Dat je mag pakken maar aan. Kan, dat optie dat de opo toe, ja. Dat is een optie dat de opo. Want normaal, artikel 25 voor Unubuku, namelijk een penitentiair besluit, de taki, je moet de, in dit geval, dus een doelgroep, dan ga je ook in een systeem met menslievendheid en welwillendheid behandeld. Overigens, algemeen toe. Ja, moet je als een nauwgezet en ijverige penitentiaire ambtenaar gedragen. Dat is algemeen. Ja, in daardoor of in die nieuwe workoppressie, maakt niet uit. Altijd die gedrag is een correcte dienstman of vrouw. Nou, in een specifiek geval van je tjaren kon je, dan even mij, lek doen bedienende ambtenaar, mij takken aan bewoner dat man zo'n kaart in dat systeem. Dat je hierin, dat is normaal net, zoals in het gebeuren thuis. En van, dan, maatregel kan komen van luister nou, mi egi tanga so wen ting if you no go wasi dan DC can take you en ak mogelijkheid dat de ja het is wel een beetje verwarrend maar dat zegt de wet dus we blijven het zaakje volgen maar heeft de bond is de bond ook bereid haar verontschuldiging aan te bieden namens de leden richting de familie. Het is geen kwestie van bereid. Het is zaak dat, kijk, elke werkzaamheden binnen elke sector, ding abi, ding verveer pisi, dan de abde mooi pisi. Ja? If als het kon zo, dat kan onderzoek wees dat je na door te doen voor geweldstoepassing met ADD of in ieder geval is ADD kon vinden plaats, dan is het sowieso. Eigenlijk al bij het gebeuren is het te betreuren. Elk geval, ook al heeft het niet tot de dood gevolgd, is in principe één te veel. Dus wij als vertegenwoordigers, in het bijzonder van deze orokomaans, maar in het algemeen zijn we ook burgers, ja, het wist ik misschien ook een van onze familieleden, Isabi. Dus we kunnen niet anders dan De lijn die we algemeen volgen, in dit geval in ons land en ook in het algemeen als mens. Dat je zo'n staan in de achting, dat je zo'n staan kan conserveren. Dus jullie verschuilen jullie zich niet achter de wet? Nee, nooit. Dat gaan we ook nooit doen. En het mag ook niet. Libis mafasi, in een kantje aden sansa tapi consensie. En zeker, daar zijn wij. Misschien gelukkig ook niet de onderzoekers naar. Je hebt altijd aan. Kijk, in de kampo tapus poes luku merci. Ja, trajon het moest de voor je hebt marci luku tak e handel boom if you handel. Dat is dus die check and balance. En we staan altijd open. Dus nogmaals,
We betreuren het geval vooropgesteld. We betreuren elke vorm van geweld dat zich moet openbaren. Maar je werkt in een systeem waar dit voorkomt. Zo simpel is dat. Maar staat dit in lijn met het resocialisatieproces van de bewoners om terug te gaan naar die samenleving? Ja, in dit geval resocialisatie is dus het vervolg van socialisatie. In een socialisatie, ja, we zien ook in onderwijs dat je vrouw aan een scoremeester is, die want ik tegenwoordig gaan noemen mag. En ja, maar de consequenties zijn ook daar. Maar het is dus als het ware je groeiproces, je hebt groeipenen. Dus dit is in de mate waarin, want we zijn ook bezig hoor, samen met nogmaals de leiding van het systeem, verdere aanscherping en herziening van die regelgeving. Dus ook op dit stuk, met betrekking tot de bejegening en zo, komt er meer diepgang. Want eerlijk gezegd zijn die regels, niet alleen bij ons hoor, in het algemeen, vaag. Waardoor er zoveel grijze vlakken er zijn. En daarbij kan je dus niet voorkomen dat zulke zaken zich voor kunnen doen. Contact is iemand stand op straat en ik vind dat je apres pari. Senen kong na IT 91 320 potentie 891 3040. Sorry me.